Hoi, superleuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Ik ben Jess Madeline en vandaag ga ik vooroordelen en meningen over mij bevestigen of ontkrachten. Ik ben op dit moment op vakantie, vandaar het geluid hier op de achtergrond. Ik kan er niks aan doen, maar ik moet nu een video opnemen, want anders heb ik geen video. Via Instagram konden jullie mij je vooroordelen of mening over mij insturen via een vraagsticker. Wil je nou volgende keer ook meedoen? Volg me dan eventjes op Instagram, het is Just Madeline YouTube. De eerste roddel over mij is dat ik in een weeshuis woon. Deze ontkracht ik, want nee, ik woon gewoon in een rijtjeshuis bij mijn ouders. Dat je lesbisch bent en verliefd op Miro. Nee, deze ontkracht ik ook. Ik ben gewoon verliefd op een jongen, ik heb een vriend en nee, ik ben fan van Miro, maar niet verliefd. Even voor de duidelijkheid, ik weet dat Miro vaker in deze video genoemd gaat worden, maar Miro betekent Milena en Rosanne. Best veel mensen veroordelen je omdat je van Miro houdt. Ja, klopt. Ik ben fan van Milena en Rosanne en daar zullen mensen het mee moeten doen. Ik ben wie ik ben en ik ga mezelf niet veranderen voor andere mensen. Dat je ooit een meisje verkering hebt gevraagd. Nee, deze ontkracht ik ook. Dat je niet in de derde zit. Nee, na de zomervakantie zit ik gewoon in de derde klas. Je vriendje en jij hebben alleen maar een relatie zodat hij mee kan liften op jouw veen. Nee, deze is ook niet waar. Noël en ik houden werkelijk van elkaar. Dat je bent ontmaagd in de bosjes van school. Nee, dit is niet waar. En verder ga ik u niet te veel over het privéleven van mij en mijn vriend vertellen. Stiekem woon je in Afrika. Nee, ik woon gewoon in Nederland. Je zangtalent is aangeboren. Nou, ik weet niet over welk zangtalent je het hebt, maar bedankt denk ik. Ik vind zingen ontzettend leuk om te doen, maar ik kan het niet. Dat je een lelijk en verwend kind bent. Verwend ben ik wel, maar lelijk, daar moet je zelf over bepalen. Als je iemand lelijk vindt, is dat een mening. Ieder mag zijn mening over mij hebben, maar als je mening over mij niet zo aardig is, kun je hem beter voor jezelf houden, want hij kan mensen kwetsen. Dit was dan weer de video. Als je deze video leuk vond, doe dan een blauw duimpje omhoog. Abonneer mijn kanaal voor meer video's. Druk ook meteen op het belletje naast de abonneerknop, zodat je melding krijgt wanneer ik een nieuwe video plaats. Laat in de reacties weten welke roddel of vooroordeel jij over mij hebt gehoord. En ik zal erop antwoorden. Bedankt voor het kijken en tot bij de volgende video. Doei!